Ja. Hup. Oh, ik zit al vrij snel hier. Ja. Kom op met die handel. Nou kan niet meer, hè? Nou wel. Kijk even uit, hè. Nou, ik moet even opschieten. Nou, ik moet even naar mijn commentaarpositie. Oh, kijk je even uit. Kijk je even uit, hè? Ik vast van het hier. Dus ik moet naar mijn commentaarpositie. Jongens, we gaan zo beginnen hoor. Goedendag, hè. Ik hoop niet dat ze al begonnen zijn. Oh. Ja. Zo. Nou. Wageningen tegen Volendam. Voor de na-competitie. Belangrijke wedstrijd. Ik kom helemaal buiten adem. Belangrijke wedstrijd voor Wageningen, want die hebben de eerste wedstrijd verloren in Leeuwarden. We kijken wat het wordt vanavond. Nou, voorlopig komt Volendam deze eerste minuten vrij rustig door. De geweldige aanvalsgolven van Wageningen, die je zou kunnen verwachten. Die blijven eigenlijk een beetje uit, moet ik zeggen. Peter van der Leyen de bal, bijna een kwartier gespeeld hier in Wageningen. En boeiend mogen we het zeker niet noemen. Tuip. Misschien kan Volendam iets doen. Van der Leyen tussen. Van den Berg. En een hele slechte bal. Van Vijfijken. Guit. Het is wat heen en weer gerommel. In het eerste kwartier. En de echte woedende aanvallen van Wageningen zijn nog uitgebleven. Hazelhekker teruggezakt. Gaat zich er zelf maar eens mee bemoeien. Van der Leyen. Kijk. Van de Klift. Guit erbij. En Hoek. Schokker, goede bal. Op Tuip. Helling is voor het doel. Zo. Kopballetje van René Tol. Ken je ballenaar. Altijd goed voor misschien een solo. Zal hij nu niet aan beginnen. Daar komt hij. Van den Berg. Ja, werd aangetikt door Jonk. Thomas laat doorgaan. Muren. Jonk krijgt gelijk een zet mee. Guit. Niet van die hele lange lellen. Tol. Kwakman Molenaar komt buitenom. Daar heeft hij hem. Ken je Molenaar? Ja, dat is heel goed gespeeld. En nu die voorzet. Oh, en ook net ertussen. Volendam gaat er een beetje werk van maken, zo lijkt het. Als Wageningen niet komt, dan doen we het zelf wel. Tollenaar. Leushuis en Van Pelt. Hazelhekken. De bal ging zomaar voorbij aan Van Vijfijken. De Boer. Ja, jongen, dat deed je heel goed. Daar zal je vader best tevreden over zijn. Helling.
Van Pelt. Kenje Molenaar bij zich. Ja. Dat is een beetje beter voetbal van de Berg. Leushuis. En buitenspel. Van de Berg is dat de nummer 3 van Wageningen. En zou eerst niet meedoen vandaag. Was geschorst door de KNVB voor 1 wedstrijd. Uiteindelijk tekende Wageningen protest aan. En toen besloten ze toch maar die schorsing in te trekken van de Klift. Leushuis, zo langs Kee Molenaar. Ja, nee jongen. Leusje. Van Vijfwijken stond verschrikkelijk vrij voor het doel. Een paar minuten voor rust zitten we. En het is saai in Wageningen. Jammer. En nog een keer terug. Ja, doe maar jongens. Het is heel vervelend dat we moeten vaststellen. Hazenleger. Misschien kan hij er wat aan veranderen. Nee. Gerry Muren. Overtreding. Nou, dat is geen overtreding, een mannetje dus. Die is hem zo vergeven. Gerry, dat neem je niet kwalijk hoor. Nee, precies. Kwakman. Van der Leij met tegenover zich. En de zijlijn over. Kijk, Van der Leij schreven zich. Kijk, op de scheidsrechter. Maar we zijn wel blij dat daar geen microfoontje bij was van der Leij. Sul is dat. Tegen een tikkie van Van Pelt. Kwakman. Ja, het zal iets harder gaan in deze tweede helft. Iets meer van Dick Oudzaag met Blanken. Goeie bal van Braam. En een overtreding, zegt Thomas. Komt die vrije trap voor Wageningen. Frans Hoek. Nou. Keemolenaar met die vrije trap. Tuip kopte. Van der Leij. Van den Berg. Van Pelt. En nu. Oh! Meneer Van Pelt. Ja. Dat zijn ze. Zo willen we ze zien. Haha, wat een goal. Ja, je kon het al zien komen. Hè. Kijk nu maar naar de herhaling. Balletje stuiterde zo lekker. En dan ineens vol op het wreefie. En hoppa, juist. 1-0 voor Wageningen. Nou, dan zal Volendam toch moeten komen. Of gaat Wageningen door? Kwijt, Braam. Kwakman. Goed overstapje, Jonk. Ja, jammer. Mislukt. Sul. Van der Leij. Gerry Muren. Schokker. Ja, in de voeten van Van den Berg. Worden veel fouten gemaakt nu, over en weer. Helling. Ja, en ook weer in de voeten van Leushuis. Ja, Leushuis gaat goed door. Van Pelt. Hazelhekken voor het doel. Daar is hij, Hazelhekken. Oh! Nou, dan moet hij hangen nu. Oh, ha, ha. Hazelhekken. Jongen. Tweede helft een stuk leuker. Gerry Muren. Hij zegt dat hij nog totaal niet moe is na een wedstrijd. En dat hij op deze manier nog jaren kan doorgaan. Nou, ik geloof het graag, want kijk nu maar eens straks nog bij de beelden. Hij loopt verschrikkelijk makkelijk. Oh, bal op de lat. Ja, bal is achter geweest. Oh, een slechte uittrap van Hoek. Ja, krijgt Van Pelt ineens die bal mee. En schiet gelijk, ja. En weer midden in de handjes van Hoek. Nou, dan nog maar een keer.
Ja, Volendam bakt er ook nog heel weinig van tot nu toe. Het wordt allemaal hoog tijd, want het is gewoon 1-0 voor Wageningen. We willen die hier ooit nog een keer in die heen en weer komen. Dan zal het nog snel iets moeten gebeuren. Gerry Muren is een klein beetje aangeslagen. Licht geblesseerd, linkerbeentje. Gaat nu even naar de zijkant toe. Tollenaar en Leushuis. Dit kan de beslissing zijn. Oh! Waarom niet even op Hazelhekken gespeeld? Jongen, jongen. Henk Ellens. Hij begrijpt dat de tijd gaat dringen. Nog een paar minuten zijn om aan van Volendam. Gerry Muren. Oh. Ja, die is mooi. Tuip. Helling is voor doel. René Tol ook. Helling. Oh. Keijer Molenaar was dat. Oh. René Tol. Eens kijken, Frans Curver. De trainer van Wageningen, ja. Hij juicht. Zijn ploeg heeft met 1-0 gewonnen. Bij Volendam zal er minder te lachen zijn, lijkt me zo. Eens even kijken hoe het met Henk Ellens is. Daar komt hij aan. Einde van Wageningen tegen Volendam. En dat betekent 1-0. En dat wil zeggen, Volendam gaat de Bietenbrug op. En de na-competitie wordt weer zo spannend als altijd. Wageningen Volendam dus 1.